Daniel van Wezenbeek van Open VLD is komen aanschuiven. Dag mevrouw van Wezenbeek. Ja, de VDAB zet nog meer in op digitalisering om werkzoekenden te bereiken, om hen te helpen. We hebben net gehoord wat u daarover vindt als politicus, maar hoe kijkt u daarnaar als ondernemer? We horen voortdurend berichten over vacatures die moeilijk ingevuld raken. Alle beetjes helpen, dit ook dan? Ja, ik denk dat wel. Als u de vraag aan mij stelt als zijnde werkgever, dan juich ik dit zeker toe. Ik denk dat we al die dingen ook niet te complex moeten maken. Langs werkgeverskant moet je eigenlijk heel snel kunnen detecteren van kijk, wie is werkzoekende, zodanig dat we snel een match kunnen vinden. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere kant, voor de werkzoekende zelf. Dus maar werkt u vaak samen met de VDAB binnen uw bedrijf dan? Af en toe. Niet constant, maar dat gebeurt, ja. En laat ons zeggen dat ik dat, maar dan spreek ik over een aantal jaren geleden, vond ik dat allemaal nogal complex. Dan moest je een login hebben en dat aanvragen. En ik vond dat eigenlijk allemaal veel te veel gedoe. En ik merk dat dat nu toch wel beter is. Ja. Dus u juicht dit toe. Ja. Was u niet een beetje ongerust? Want u vond het wel nodig om een vraag te stellen. Dat betekent toch dat u zelf met vragen zat. Laat ons zeggen dat je ook moet, bij nieuwe initiatieven, moet je ook kijken van, zijn er geen mogelijke valkuilen? Hè? En een liberale visie is natuurlijk van, kijk, vrijheid, niet te veel regels, niet te veel, laat ons zeggen, een efficiënte overheid. Hè? En dus dat, denk ik, gebeurt er hier ook wel. Hè? Mm-hmm. Dus er wordt gezocht naar efficiëntie. Maar op dat toch vlak wel bent naar, u gerustgesteld. Daar ben ik wel gerustgesteld, maar je moet ook oog hebben voor bijvoorbeeld mensen die mogelijk uit de boot kunnen. Ja, u heeft zelf cijfers genoemd. Hè. Overigens, dit model wordt dan het Netflix-model van de VDAB genoemd, nu voor Netflix. Ja, moet je betalen? Moet je internet in huis halen? Moet je digitale tools hebben? Mm-hmm. U zei zelf, 90% van de mensen gebruikt een smartphone. Ongeveer evenveel heeft een pc in huis. Ja, ja. Maar dat we natuurlijk ook zeggen dat 1 op de 10 mensen dat niet heeft. Ja. En die bereik je niet, hè? Ja, dus het probleem is, begrijp ik, dat er eigenlijk onvoldoende echt concrete cijfers zijn over van kijk, wie zou er mogelijk uit de boot vallen door dit zijn de cijfers die je zelf hebt genoemd. Ja, dat gaat over 90% smartphone-gebruikers, 91% zijn pc-gebruikers. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen niet totaal gedeconnecteerd zijn natuurlijk van de VDAB. Hè. Ja, en daar zijn eigenlijk nu geen cijfers over. Dus het enige wat VDAB nu heeft, zijn eigenlijk wie heeft er een e-mailadres en wie niet. Ja, maar goed, er is natuurlijk nog iets. Het is iets anders dan op Facebook zitten, op je pc of op je smartphone, dan ingewikkelde digitale tools gaan gebruiken. Ja, dat maar weten we dat dan, eigenlijk niet. Ik zal het dan eens omdraaien. Als u zegt van kijk, 90% is pc-vaardig, hè, is gedigitaliseerd, wil dat dan zeggen dat we niet verder moeten gaan in die vooruitgang. Maar 1 op de 10 mensen bereiken nog altijd niet. Ja, hè? Maar de minister heeft, u hebt het ook wel gehoord, hè, dus er zijn nu ook wel initiatieven. Het aantal werkwinkels zal ook niet dalen, maar als je de mensen die pc-vaardig zijn leidt naar een digitale mogelijkheid om een match te vinden, om een job te vinden, dan heb je natuurlijk ook meer tijd en ruimte voor degenen die dat niet hebben. En dan kan dat nog altijd in een fysiek contact gebeuren. Ja, en dat blijft belangrijk. Nochtans, de armoedeorganisaties hebben we ook horen zeggen, hebben we kunnen lezen de afgelopen dagen, zijn er niet echt gerust in, hè? Ja, maar ook dat is, eigenlijk is dat artikel een heel vreemd gegeven, omdat... Ik ga ervan uit, als die aan het woord komen in zo'n artikel, dat die dat ook echt hebben gezegd, hè, die armoedeorganisaties. Ja, maar nee, dat zeg ik. Ik ga niet ontkennen dat ze het hebben gezegd, maar het systeem is nog altijd maar sinds 6 oktober operationeel. Dus er is eigenlijk nog geen voldoende tijd geweest om te kunnen evalueren of dat er effectief wel een groot probleem is. Dus mijn boodschap is, niet alleen die van mij, maar ook van de liberale fractie, is van oké, wij staan achter die innovatieve aanpak, maar er moet aandacht zijn, geef het tijd en er moet aandacht zijn voor die zwakkere werkzoekenden. Ja. Dat is heel belangrijk. En u heeft een paar keer gepleit voor een evaluatie. Gaat u zelf initiatief nemen als parlementslid dan uiteraard, om de evaluatie te doen? Uiteraard. En wanneer moet, gaat u dat doen? Dat moet. Ja, dat zal binnen enkele maanden zijn. Hè. Ik denk het zal dat voor de maand mei moeten, hè, want anders absoluut, gaat u misschien niet meer moeten doen. Absoluut, absoluut. Maar u gaat het in elk geval doen als parlementslid. Oké, bedankt voor uw komst en dit voor uw toelichting. Blijf nog bij ons, dames en heren, want we gaan het straks hebben over wapenleveringen aan Saoedi-Arabië. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.